Tijdens de carnavalsmiddag van de jeugd van toen, vrijdagmiddag in Veghel, maakten burgemeester Van Rooij en Ine van Krij van Stichting Met Je Hart de opbrengst bekend van de restaurantcampagne die in december 2023 werd gehouden. En het bedrag is 3.410 euro. De opbrengst is hoger dan vorig jaar. Ine van Krij van Met Je Hart is dik tevreden. Prachtig bedrag. Ja, dit is toch geweldig dat wij dit in Veghel zo kunnen ophalen. En door de moeite van de horeca. En ja, heel erg mooi. Had je hierop gerekend? Opgerekend, we hadden gehoopt. Want we willen natuurlijk altijd stijgen. Hè? Maar het is net wat meer dan vorig jaar. Natuurlijk, wij zijn heel blij met dit bedrag. Wat kun je ermee doen? Nou, wij gaan hier de ouderen dus leuke dingen van organiseren. Dat kan een lunchje zijn, kunnen ook concerten zijn. Wij proberen er leuke momenten van te maken. En dan heb je het over ouderen. Soms eenzame ouderen. Nou, we spreken voornamelijk over alleenstaande of zelfstandig wonende mensen. Die eigenlijk ook eens een keertje weg zijn dan. Juist. Mensen die niet zomaar gevraagd worden door iedereen en die ook heel vaak alleen zijn. En die we dan even uit huis kunnen halen. Even dat ze contact maken met anderen. Want dat is het doel, hè. Ja, je kunt eigenlijk zeggen, hier doe je het voor, hè? Hier doen wij het voor. Dit is wat wij het voor doen.